Een showroomverkoper is een verkoopmedewerker met een adviserende taak. Daarom is de term verkoopadviseur ook wel van toepassing. Een showroomverkoper richt zich specifiek op de verkoop van een bepaald product. Het is een gespecialiseerde verkoper die in de showroom op de vloer aanwezig is om advies te geven en te verkopen. De verkoop in showrooms richt zich op allerlei consumptieve producten. Er zijn bijvoorbeeld showrooms met auto's waar de showroomverkoper auto's verkoopt. Zo zijn er ook showrooms met keukens, waarbij de verkoopspecialist zich richt op keukenverkoop. Er zijn dan ook allerlei sectoren waarin in showrooms de toegang bieden tot verkoop van een product. Bijvoorbeeld in de branche van bouwmaterialen, net als in de sector van zwembaden. Het beroep van showroomverkoper is een algemene benaming voor specialistische verkoop. Bijvoorbeeld ook als het gaat om de verkoop van sauna's, sanitair en gietvloeren. Een showroomverkoper ontvangt klanten die al dan niet vooraf een afspraak maken. Uiteindelijk draait het bij de belangrijkste taak van een showroomverkoper om de verkoop van het product. Toch is het zo dat er ook andere werkzaamheden zijn om uit te voeren. Het is niet zo dat een klant binnenkomt en de showroomverkoper direct een verkoop sluit. Er gaat nog een heel proces aan vooraf met een informerende en adviserende taak. Het is om het beroep van showroomverkoper uit te voeren dan ook belangrijk om over specialistische kennis te beschikken. Vanuit die expertise is het mogelijk om de bezoekers in de showroom van een professioneel advies te voorzien. De showroomverkoper heeft als verkoopspecialist diverse hulpmiddelen tot de beschikking om advies te geven. Bijvoorbeeld een kleurenpalet om een kleur voor een vloer te kiezen of software om een 3D-ontwerp van een keuken te maken.